plezier ermee. Maar olifant is helemaal niet blij. Hij houdt niet van boeken. Ja, hij kan wel lezen, maar hij gaat veel liever spelen. Wat moet hij met een grappig boek? Mag je naast zijn hand hebben. Tand op de voorkant. Nee, dit heb ik niet. Inderdaad nog niet, zegt olifant zachtjes. Want nu is het de bedoeling dat het boek naar groep 7 gaat. En dat gaan we op een speciale manier doen. Ja. Ik zit hier naast juf Anita op de school in Den Hout, de Achthoek. Zeg ik dat goed? Ja, dat klopt helemaal. Basisschool de Achthoek in groep 5, 6. Kijk, en het is super dat we hier zomaar even binnen mochten, want het is toch wel een speciale week. En voor jullie een speciale dag, want het is de week van de analfabetisering. Wat een woord, hè? Maar daar wordt heel veel aan gedaan. En is dit de eerste keer dat jullie als school hier aan meedoen? Het is de eerste keer dat we hier aan meedoen. Ja, en we vonden het wel een hele mooie gelegenheid om dat te gaan doen. Omdat we eigenlijk met de schoolbibliotheek ook bezig zijn. Kijk, dat is natuurlijk, heeft met elkaar te maken, want lezen en schrijven. Ja, absoluut. Dus we vonden dat dan een mooie gelegenheid om hier aan mee te doen. En lezen is gewoon superbelangrijk. Ja, ik moet natuurlijk niet aan de juf vragen of ze dat belangrijk vindt, want... Nee, dat is gewoon belangrijk, ja. We hebben het er daar straks ook over gehad, want het is gewoon heel belangrijk. Je komt heel veel woorden tegen, nieuwe woorden, woorden die je al kent. En ja, lezen is gewoon heel leuk. Vinden jullie dat leuk, lezen? Ja! Jawel? Dat hebben we echt niet geoefend van tevoren. Ze vinden het echt leuk? De meesten vinden het heel leuk en de anderen proberen we daarin mee te gaan trekken. Want ja, dat is ook zo, want je moet het leren en het is niet voor iedereen makkelijk. Maar wat is... Weet de juf wat jullie lievelingsboek is? Nee, maar daar gaan we vast van de week nog achterkomen. Want dit is een start. En we willen eigenlijk heel graag veel met boeken gaan doen. Ja, geweldig. Want hier achter ons staat, oh nee, niet weer een boek. En we hebben net het voorlezen gehoord. En soms denk je van, gatsie, dakje een boek. Maar het kan dus ontzettend leuk zijn. Ja, en dat proberen we eigenlijk te gaan uitstralen met z'n allen. Nou, geweldig. Want... analfabetisme, nou, dat woord, betekent dat er toch mensen zijn die niet kunnen lezen en schrijven. Is dat nog veel in Nederland, weet je dat? Ik weet niet hoeveel dat zijn, maar ik weet wel dat er mensen zijn die dat heel lastig vinden. Ja. Ja. En ik denk als juf kun je ook wel uitleggen waarom het toch wel heel fijn is als je het wel leert. Omdat je eigenlijk taal en letters overal tegenkomt. Dus je hebt het gewoon in je hele leven nodig. En niet alleen als je jong bent, maar ook als je oud bent, eigenlijk altijd, hè? Ja. Komt het echt in je werk, kom je het tegen. Maar het is ook gewoon heerlijk om thuis op de bank lekker met een boek te gaan zitten. En dan maakt het niet uit hoe oud dat je bent. En ik ben benieuwd, wordt er nog veel voorgelezen? Gebeurt dat nog? Het gebeurt regelmatig, maar we zouden het eigenlijk wel meer willen doen. Want hoeveel uur in de week kan je voorlezen met? Dat is wisselend. We proberen wel een aantal keren per week een kwartiertje voor te lezen. De kinderen na het buitenspelen het fruit eten in de klas... En de ene keer lezen we voor en de andere keer kijken we naar het jeugdjournaal. Ah, dat is natuurlijk tegenwoordig ook. Ja. Dus het is niet een vast onderdeel in het lesprogramma? Het is geen vast onderdeel in het lesprogramma. Moeten de kinderen, hè, groep 5, 6, moeten jullie nou één keer in de maand verplicht een boek lezen van de juf? Dat jullie een boek moeten lezen of is dat nog niet zo? Nou, het is nog niet één keer in de maand. Maar we proberen het wel te stimuleren om lekker te lezen. En we gaan zeker aan de slag met boekenpraatjes. En dan moeten ze thuis wel een boek lekker lezen. En dat mogen ze in de klas een stukje voorlezen, een stukje vertellen over het boek. En op die manier proberen we andere kinderen ook enthousiast te maken voor dat boek. Klinkt hartstikke goed. Want lezen jullie zelf wel eens voor? Als je een broertje of zusje hebt, lezen jullie thuis wel eens aan iemand voor? Ja? Ja. Ja. Het is toch wel hartstikke fijn dat je dat kan. Ja. En zo geeft de jeugd het aan de jeugd, hoor. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Dank je zeer dat we hier even mochten zijn. En ja, succes. Graag gedaan. Dank jullie wel allemaal dat we hier mochten zijn. Hè? En lezen.